Iedereen moet zijn wie hij moet zijn. Als je wil zijn wat een ander moet zijn, dan heb je de ander niets om te doen. Dus als je gezond bent, dan moet je schijnen. Als je de regen bent, dan moet je de ander opvolgen. Je na song, dan je aan. Je na oni was wasi, nee oni. Je na fin fin alleen dan foto. Je na garobichi, dan bribi. Je na siribi, tres sweetie. Je na drie, kom toe. Universele gedichten en verhalen over de Indiaanse traditie waren de aandachtspunten gisteravond bij het feest van verhalen en gedichten, welke heeft plaatsgevonden in CCS. Hilly Arduin, initiatiefnemer van het feest van verhalen en gedichten, zegt dat dit event is georganiseerd na de succesvolle Lobbytory Nitty op 14 februari. Het event van gisteravond is georganiseerd omdat op 20 maart Wereldverteldag wordt herdacht en op 23 maart Wereldpoëziedag. De initiatiefnemer heeft een dag tussen deze twee herdenkingsdagen gekozen om een feest te bouwen over verhalen en gedichten. Arduin vertelt waarom de verhalen deze keer gingen over de Indiaanse traditie. Guillaume Paul en ik zijn een paar jaar geleden begonnen om op de Wereldverteldag verhalen te vertellen. En de Wereldverteldag geeft altijd een thema op. En Guillaume vertelde dan verhalen over dat thema. Ongeveer 4 jaar geleden zeiden we nee, we volgen dat thema niet van Wereldverteldag. Maar op de Wereldverteldag gaan we verhalen van een etnische groep uit Suriname vertellen. We zijn begonnen met de Marons, toen de Chinezen, de inheemse. En nog een groep even krijgen, maar afwerp. Nee, en toen zouden we de mensen uit India en toen kwam COVID. Dus vanavond zijn de vertellingen uit India. Arduin wil volgend jaar ook een andere bevolkingsgroep belichten tijdens een dergelijk event. Verschillende mensen zoals Indra Hu, Angelique del Castillo hebben verhalen over de Indiaanse traditie voorgedragen. Terwijl Margot Marison, José Parami, Shirley Lynch en Lloyd Kwasiba de avond compleet hebben gemaakt met universele gedichten.